Hey yo, YouTube. We zitten dus in El Paname. Zoals ik al eerder zei, en ik ga je betonen hoe het hier uitziet. Mooie rode boom wat hier staat. Vrij groot dus. Zoals ik al eerder zei, toen ik hier kwam met vrienden, een x aantal jaar geleden, stonden hier palen om veldanseressen te zien dansen. Een bepaald uur begonnen die dan ook te dansen en was dat toch echt een show hier bij El Paname. Aan de haven in Marbella. Ik weet niet of die palen hier nog steeds staan. Ik zie ze niet zo direct 1, 2, 3 staan. Het is hier ook vrij rustig, wat mij verwondert, want toen wij zo kwamen, rond 10 of 11 uur, dat het hier stampvol met mensen, met harde beats, muziek en zo. Feestende mensen, want ja, het was weekend en iedereen wou feesten. Ik weet niet of het nog steeds in deze bar zo is. Ik weet niet wat hier aan de hand is, want het weekend is vrijdag. Dus het zou hier vol met mensen moeten zijn. En de muziek is ook een beetje chill, though. Daar ben ik niet gewoon van deze bar. Het is de eerste keer dat ik in deze bar kom, dat de muziek zo is en dat er zo weinig volk is. Ik heb ondertussen ook mijn cocktail gekregen. Een strawberry daiquiri. Waar ik nu dus van ga genieten. Want dit is ons laatste drankje dat we drinken. Voordat we met de auto terug richting Estepona gaan. Om naar huis te gaan en te gaan slapen. Santé iedereen. En de vlog. Peace out. Mike drop.